Hey, goedemorgen of goedemiddag is het alweer als ik deze video upload. Mensen, vandaag feestelijke lancering van Kryptonite, mijn gloednieuwe cryptocursus. En in deze video ga ik hier alles over vertellen. Yes, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Allereerst, mijn naam is Corné. Heel tof dat je kijkt naar deze nieuwe video. Deze video een keer een aankondiging van iets wat ik zelf heel erg tof vind en waarvan ik weet dat heel veel mensen het nodig hebben. En waarvan ik ook weet dat heel veel mensen er interesse in hebben. Dus bij deze, de lancering van Kryptonite. Keertje iets anders dan met een laptop zitten, met een tabletje dit keer. Dus even kijken of dat een beetje werkt. Anders ga ik volgende video's wellicht ook wel op deze manier doen. Want ik vind het op zich best wel lekker werken. Wat vrijer in plaats van dat zitten. Goed, de afgelopen weken of de afgelopen maanden heb ik heel veel mensen zien starten met cryptocurrencies. En dat is natuurlijk heel tof. Dat is ook helemaal geen probleem. Alleen het probleem zit hem in dat 99% van deze mensen geen idee heeft waar de fuck ze aan beginnen. Om maar even normaal nog te zeggen. Ze horen van tante Truus dat deze coin goed is. Oma die heeft het daarover. Ouders praten daarover aan tafel. Je hoort van een paar vrienden een keer dat die munt goed gaat. En je besluit eigenlijk maar om te gaan FOMO kopen. Je wil ook meedoen met de hype. Je wil ook investeren. Je wil ook daarmee bezig zijn. En dat is in principe heel erg goed. Alleen moet je wel verstand hebben van wat je doet. En dat verstand is wat heel veel mensen missen. En dat ga ik met Kryptonite dus bijbrengen. Nu is het namelijk allemaal leuk, groene cijfers, coins gaan omhoog. Maar het kan ook straks in één keer heel snel niet leuk worden als ineens allemaal rode cijfers zijn en het dus minder wordt. Wat ik ook mooi vind is dat heel veel mensen een afkeer hebben tegen gokken, maar ze eigenlijk exact hetzelfde aan het doen zijn in de cryptowereld. Ze gooien hun geld ergens in, hebben geen idee of het omhoog en naar beneden gaat. Ze wachten maar gewoon en ze hopen op het beste. En laat dat nou precies hetgeen zijn wat je niet moet doen in de cryptowereld, überhaupt in de wereld van het investeren. Wat is hier dan de sleutel? Kennis. Gewoon het hebben van de juiste kennis is hier de sleutel en dat is ook waarom ik Kryptonite gemaakt heb. Aan de ene kant is Kryptonite voor beginners, voor mensen die helemaal nieuw zijn of misschien net in zijn gestapt, maar eigenlijk dus verder nog niet echt veel weten van crypto. Die help ik met de cryptowereld instappen, het begrijpen van de cryptowereld. Wat wordt er nou gezegd? En door dat te begrijpen kun je al veel betere investeringen gaan maken. Dus het is echt voor beginners die dus de cryptowereld leren kennen. Daarnaast long-term investeren, dus dat is het eerste gedeelte van de cursus. De cryptowereld leren kennen en langtermijn investeren. En dan heb je nog het tweede deel van de cursus en dat is short-term. Oftewel het daytraden of het swingtraden, eigenlijk allebei in cryptocurrencies. Dus van een periode van 0 tot aan 14 dagen. Dus denk aan 's ochtends een trade openen, 's avonds voordat je gaat slapen weer sluiten. Of je ziet een patroon op een groter timeframe. Dus je gaat daarop handelen. Dus je opent misschien nu, omdat je nu een goede entry zit, open je die trade. En over een x aantal dagen, zeg misschien 7 dagen, is het patroon, komt die uit, schiet die omhoog en dan stap je weer uit. In de cursus ga ik je leren hoe je die grafieken moet lezen, hoe je patronen kan gaan herkennen, candlesticks, mijn patronen die ik gebruik voor het traden, ik noem ze de Kryptonite patronen, die ga ik je allemaal aanleren, zodat je dus ook succesvol kan gaan daytraden. Dat en meer ga je dus in deze cursus allemaal leren. Wat mij betreft, en dat is ook goed om te weten, is Kryptonite nooit echt af. Nu staat de basis, hetgeen wat ik eigenlijk wilde maken en wat ik je wilde leren, dat staat in deze cursus, allesomvattend. Wat is crypto? Hoe werkt deze wereld? Lange termijn investeren, korte termijn investeren en dus daytraden. Maar wat mij betreft is dit dus nooit af. Ik sta overal voor open. Hebben mensen suggesties voor nieuwe video's, nieuwe content voor in de cursus? Ga ik hier gewoon mee aan de slag? Ik vind het zelf heel tof om dit te maken en als ik jullie zo beter kan helpen, dan doe ik dat uiteraard ook gewoon. Daarnaast het laatste wat ik nog even wil meegeven. Het is ten eerste een eenmalige betaling, dus het wordt nooit duurder of je hoeft nooit een abonnement te betalen of helemaal niks. Gewoon een eenmalige betaling. Vrij goedkope prijs voor wat je krijgt, vind ik zelf. Zeker nu met die actie tot en met aanstaande vrijdag krijg je 50% korting. En dus ook levenslang toegang tot nieuwe video's, nieuwe modules die ik van plan ben om toe te gaan voegen. Zo zit bijvoorbeeld live trades aan te komen. Gewoon waar ik laat zien welke trades ik maak. Ook verliezende trades. Laten zien waarom ik trades maak, et cetera. Moet ik nog even kijken op wat voor manier ik dat ga maken. Maar dat ben ik dus al van plan. Ik ben nog van plan om misschien iets met psychologie bij het traden erbij te doen. Hoe kun je op je best zijn om de trainingdag als het ware te gaan beginnen.
En als laatste krijg je toegang tot de besloten Discord chat om die pestventjes eigenlijk uit de normale chat te houden. Dan heb je gewoon een serieuze groep van mensen die met de cursus aan de slag zijn gegaan en die echt wel wat willen maken van hun investerings- of traderscarrière binnen de cryptocurrencies. Dat was voor nu. Cryptonite, ga ermee aan de slag. Linkje staat in de beschrijving. Je krijgt dus tot en met vrijdag de tijd om de korting te claimen. Hopelijk zie ik je in de cursus en ga je investeren in je eigen kennis. En ga je daar ook lekker mee aan de slag de komende weken. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet om te liken en te abonneren om meer video's van mij te zien. Want ik blijf hier uiteraard gewoon mee doorgaan met het maken van video's voor YouTube. En ik ga ook frequenter posten. Nu ik deze cursus af heb gemaakt, heb ik weer een beetje tijd vrij. Dus bij deze. Tot in de volgende video en tot hopelijk in Cryptonite. Ciao.